Familie Von Trapp is een leuk gezin. Ze gaan goed met hun kinderen om en doen altijd leuke dingen. We hebben besloten dat jullie binnen verstoppertje mogen spelen. Yay! Ik ben hem. 9, 10. De familie Von Trapp heeft 12 kinderen. En wat spelen ze leuk, hè? Ja, ze leren er ook nog wat van. Maar ik heb ergens gehoord dat ze niet zo leuk spelen. Gelukkig hebben wij dat wel. Bij familie Zweck gaat het heel anders aan toe. Zij hebben ook 12 kinderen. Schiet eens op het eten, door die klaar. De ouders laten hun kinderen veel werken. Ze hebben bijna geen vrije tijd. Wat is door met die sokken? Ik heb hier nog een heleboel. Wat is door, daar is ook nog een hele stuk. Het is zo saai. Ja, echt hè. We doen het bijna elke dag. Is het eten nog steeds niet klaar? Ik heb honger. Bijna. Vegen is door, daar moet je ook nog vegen. Hier, ik heb nog meer sokken voor je. Ik wou dat we een keer pauze kregen. Dit is echt zo saai. Ja, echt hè. We krijgen nooit zakgeld. Nee, ook geen pauze. Familie Von Trapp zien dat kinderen hard werken. Hij geeft ze dan ook een compliment. Wat doen jullie dit goed? We moeten het elk weekend doen. Ja, ja, en onze ouders krijgen ook nog het geld. Ze vinden het vreemd en besluiten dan door het raam te kijken om erachter te komen wie de ouders zijn. Familie Von Trapp gaat samen in overleg. We liepen laatst over straat, toen zagen we kinderen aan het werk. Weet jullie een plan om hun te helpen? Ik heb een idee. We gaan de ouders opsluiten. Of we sturen ze naar de zone en geven ze een nepadoptiebrief. Ja! Of we roepen brand, brand en dan vluchten de kinderen en de ouders en dan nemen wij de kinderen mee. Ja! Of paralyseer voor lullies. De familie Spek krijgt een ticket om naar een warme vakantieland te gaan. Maar wel zonder de kinderen. Check. Waarvoor? Voor 2 weken naar de zon. En waar blijven de kinderen dan? Die verzorgen wij. Oké, bedankt. Het bevalt ze prima op Curaçao. Zij zijn op vakantie en de kinderen zijn aan het werk. Bijna zonder de kinderen, geen gezeur in de school. Ja, anders blijf je gewoon een halfjaartje. Of misschien 2 jaartjes. Nee, een halfjaartje is wel goed. Ik hoop dat ze onze kinderen terugkrijgen, want anders hebben we geen slaven meer. Ja, vind ik ook. Laten we nou maar genieten van ons drankje. Ja. Als ze de kinderen komen ophalen, wil familie Von Trapp dat ze eerst een handtekening zetten. Jullie moeten dit contract even tekenen omdat wij voor je kinderen hebben gezorgd. Nu hebben ook deze kinderen recht om te spelen. Yay! Nu zijn juichen ze. Nu zijn de kinderen van. De kinderen zijn bij een andere familie geplaatst. De kinderen genieten van hun vrije tijd, want ze hebben tenslotte recht om kind te zijn. Ze geven elkaar de schuld omdat ze erin getrapt zijn. Jij bent er ook in getrapt. Je moet gewoon wat beter opletten. Nee, jij moet beter opletten. Je had het best wel op de achterkant kunnen zien, want later zag ik het ook. En deze familie die heeft geen kinderen meer. Die zullen alles zelf moeten schoonmaken. En zeg nou zelf, dat verdienen ze wel, na al die jaren niks gedaan te hebben.